In de dagen dat de Israëlieten slaven waren, werd Egypte door God geslagen met 9 plagen. Maar al deze zaken, die mochten niet baten, want het was zo dat God farao's het hart maakte. Nog 1 plaag zou er komen, dat was dan ook de ergste. Allereerst geborenen zouden zeker sterven. En de Heer sprak tot Mozes, die dan sprak tot Israël: neem op de 10e van de eerste maand een lam voor uzelf. Van 1 jaar oud, 1 per gezin, zonder enig gebrek. Vanuit de schapen of de geiten neemt u het, en u zult het in bewaring nemen tot de 14e Nissan. Tegen het vallen van de avond zult u het slachten, en dan zult u het bloed nemen en aan de deurposten strijken, en aan de bovendorpel van de huizen waarin zij het eten. Dit zal voor God het teken zijn. Wij gedenken deze dag, want de dood trok hen voorbij. Vertrokken uit de duisternis, overgezet in het licht door het bloed van hem die Christus is. Prijs Yeshua, halleluja. Vertrokken uit de duisternis, overgezet in het licht door het bloed van hem die Christus is. Prijs Yeshua, halleluja. Zo is al Christus ons paaslam voor ons geslacht. En in het bloed van het lam is wel degelijk kracht. Hij is niet door het bloed van bokken of van kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnen gegaan. In het heiligdom en heeft daardoor eeuwige verlossing teweeg gebracht. Want als het bloed van stieren en van bokken en de aas van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en heilig tot reinheid van het vlees, dan te bedenken nog veel te meer dan het bloed van Christus, die door de geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, u reinigend van doden werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van overtreding onder het eerste verbond, de geroepen hebben ontvangen belofte der eeuwige erfenis. Het is volbracht, waardoor het testament compleet is. Vertrokken uit de duisternis, overgezet in het licht door het bloed van hem die Christus is. Prijs Yeshua, halleluja. Vertrokken uit de duisternis, overgezet in het licht door het bloed van hem die Christus is. Prijs Yeshua, halleluja. Dus zo dikwijls als gij samenkomt, deelt met elkaar brood en wijn. En gedenk dan daarbij de dood des Heren, en meer dat hij is opgestaan. Door zijn genade mogen wij tot hem gaan. Hij brak het brood en sprak: dit is mijn lichaam voor u gegeven, neemt het aan en deelt het onder elkaar. Hij hief de beker, het bloed van het nieuwe verbond, drink dan allen daaruit, ziende op zijn wederkomst. Yeshua.